Wij werken voor mensen die echt ernstige psychische schade hebben. Het is een gezonde reactie dat mensen boos worden. Ze worden verneukt, om het maar even plat te zeggen. En dan is boos worden heel gezond. Daar is niks mis mee, maar dan gaat het wel mis. Want dan als mensen iedere keer opnieuw te horen krijgen, dit gaat niet door, dat gaat anders, dit gaat door. Dan bij dat loket, dan bij dat loket, dan bij dat loket, dan. Dan wordt het wantrouwen chronisch. En dan hebben ze ook zoiets, economische zaken wilt u alstublieft weg zijn. Weet u, dat wantrouwen zit zo diep. Wel haalt u het alstublieft bij EZ weg. Ik denk dat dat zeer belangrijk is, zodat de Groningers zich gewaardeerd voelen en gerespecteerd. Zeker de agressie, maar ook de intensiteit van de depressie is echt aan het stijgen. En vrij snel, vind ik. Wat mensen er vaak mee bedoelen is dat iemand een agressieve daad gaat plegen. Voor mij is dat geen vraag. Dat gaat komen. Als we zo doorgaan, dat gaat komen. Mensen zijn ten diepste getergd. Iemand gaat een keer door het lint. Zo ga ik bijvoorbeeld mee met mensen die erg agressief zijn en zo boos zijn dat ze niet meer gewoon in gesprek kunnen, bijvoorbeeld met schade-experts van de NAM. Dat ze niet. Daar ben ik bij als een soort scheidsrechter. Nou, dat soort werken, dat is behulpzaam. Het lijkt niks. Maar je helpt mensen om in contact te blijven bij de loketten waar ze moeten zijn. Is dat de functie toen de tijd bekleed door de heer Alders, benoemd is als nationaal coördinator Groningen. Dus ik adviseer u dringend om een Groninger coördinator Groningen te verzinnen. Dank u wel.